Een grote brand aan de Rijnstraat in Tilburg-Noord verwoestte het pand van All In Keukens. Een buurtbewoner maakte vanuit een flat deze beelden. Hoezo, dat is een meubelfabriek. Iets na vijf is de brand hierachter ontstaan. Het gaat om twee bedrijfspanden. Een kroonshop ligt hierachter. En aan de voorkant hier aan de Ringbaan Noord een keukenmateriaalzaak. Volgens de politie zouden drie mensen het pand hebben verlaten ten tijde van de brand. Maar deze personen zijn nog niet gevonden. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Nee, daar hebben we nog geen indruk van. Experts gaan daar natuurlijk nog onderzoek naar doen. Dan moeten de beide panden als verloren beschouwd worden. Maar de beelden spreken voor zich, denk ik. De brandweer heeft constant metingen gedaan om te kijken of er gevaarlijke stoffen vrijkwamen. Dat is niet het geval geweest. Natuurlijk is er, hè, als je kijkt naar de weersomstandigheden, is het vochtig weer. De rook blijft hangen, dus mensen hebben wat last van stank en rook en mogelijk wat roetdeeltjes die vervlogen zijn. Onzeker is of de naastgelegen winkels vandaag nog open gaan. Het verkeer ondervindt voorlopig nog hinder. Eén rijbaan van de Ringbaan Noord gaan we in ieder geval vrijmaken. De brandweer is daar nu aan het opruimen. Zodat we in ieder geval het verkeer mondjesmaat van twee kanten toe kunnen laten. Nu is nog de ringbaan dicht tussen de Hasseltrotonde en de Kierijn-Stokkenlaan. En straks hopen we toch het verkeer wat te kunnen laten circuleren. De andere rijbaan, die pal langs de keukenzaak loopt, zal dicht blijven vanwege A, het nablussen, maar ook van mogelijk instortingsgevaar van de voorgevel.